praten we met Wim Liebeweert. Wim, heel hartelijk welkom. Onstuimig buiten, onstuimig binnen vanavond. Zullen we het zo doen? Nou, laten we wel kijken of we even komen. Ja? Zullen we dan beginnen om te kijken of je wat wilt drinken? Jazeker, water. Kom maar. Je blijft in de sfeer. Jazeker. Ga jij het voor jezelf inschenken? Ja. Als je dan toch zo lekker bezig bent, Wim. Ik neem wel een glaasje wijn. Maar, nou, dat zou ik bijzonder waarderen. Dus ik neem een witte. Een witte graag. Ik weet niet of je aan de dop nog wat moet doen. Kijk, wordt allemaal geregeld. Nou, dan ga ik ondertussen al wat terug in de tijd. Want toen werd je geboren. Wanneer en waar? Ja, dat is in 1950, 8 oktober. En in Utrecht, op Utrecht in het Lange Rozendaal. Oftewel het Lange Rozendaal, een steeg bij de Oude Gracht. Kijk uit. Ja. Toen hebben je ouders ook een naam voor je verzonnen. Ja, dat klopt, ja. Meerdere zelfs? Ja, dat heb ik ook later mogen horen. Dat was Wilhelmus Lambertus. Maar eigenlijk had ik een meisje moeten zijn volgens mijn moeder. Althans, haar moeder. Want ik ben benoemd naar Wilhelmina Lambertina. Zo heette mijn oma. En toen hebben ze er toch maar Wim van gemaakt? Wim van gemaakt, ja. Nou, werden er ook nog broertjes en zusjes geboren? Jazeker. Mijn broer 1 jaar ouder. Ik heb nog 3 zussen. 1 jaar jonger. Eentje 2 jaar jonger en een nakomelingetje. En dat nakomelingetje is hoe ver? Nou, die is ongeveer 13 jaar jonger dan... Oh, dat is een groot verschil, ja. Echt nakomelingetje. Dat is de 5e dus. En in Baren ben je gaan wonen in... Maart 1983. Maar getogen in Utrecht dus? Ja, geboren getogen. Ja. En daar heel veel dingen gedaan, meegemaakt. Wat zijn je echte eerste herinneringen? Nou, wij gingen vrij vlot van de steeg naar de wijk Ondiep. Nou, dat is de laatste tijd behoorlijk in het nieuws geweest. Ja. Daar kregen we, zoals het heet, een grote bovenwoning. Met 4 slaapkamers en een zolder. Nou, en dan ging ik met mijn broer op de kamer. En dat ging vrij vlot, daarna mocht ik naar de zolder toe. En wat mij daarbij stond is veel buitenspelen, dus veel voetballen. We woonden ongeveer 5 minuten van een noem het klokkenveld. Dat is gewoon een heel groot grasveld vlakbij Tobekkelaan waar DOS en Holland en AMS voetbalden. Nou, daar zat ik bijna elke dag. Daarnaast was een basketbalveld, dat deed ik ook wel een beetje. En veel met de jongens in de buurt spelen. Voetbal is wel een beetje een rode draad in je leven, hè? Ja, totdat ik wat ouder werd, maar vanaf heel jongs af aan. Want toen ik nog amper kon lopen, nam mijn vader me mee al naar voetballen, naar DOS. Stadion Galgenwaard, ja. Met zijn ooms van mij. Ja, en vanaf het moment dat ik echt kon lopen en een voetbalschoen aankon, is voetballen echt de hobby geweest. Wilde je ook voetballer worden als jongetje? Of, Ja, want ik had het geluk dat ik een beetje redelijk tegen een bal aan kon trappen. Ja. En dat was niet onopgemerkt, want in die tijd had je ook nog straatvoetbal in heel Nederland. Dus toen we een jaar of 12 waren, hadden we een team onder leiding van Daan van Beek. Dat was toen nog een trainer van Velox. Zijn zoon deed ook mee. We waren ook tot Nederlands kampioen geworden in Nijmegen. Ik heb nog een vaantje ergens thuis liggen. En daarna ben ik, toen ik een jaar of 14, 15 was, gevraagd, want ik speelde toen bij HMS. Vraag om naar Velox te gaan. En daar ben ik dus vanuit de interregionale jeugd als amateur in het zwartsteen betaald voetbal terechtgekomen. Met Bert Jacobs als trainer gedurende 2 jaar. Nou, Han Bergen kent me ook wel, denk ik. En daar heb ik 5 jaar mee gevoetbald. En Harry Juvet was onze keeper. Dus er waren een aantal jongens in ons team die het beter deden dan ik, want die hebben echt betaald voetbal gespeeld. En toen we de fusie kregen met DOS, Elikwijk en Velox, het was voor me gebeurd, zoals het heet. En toen ben ik naar HMS gegaan. Waar ik oorsprong vandaan kwam. Die speelde toen tweede klasse KNVB Zondag. En in die tijd had je dus de eredivisie. Eerste divisie, tweede divisie, betaald allemaal. En toen kregen de eerste klasse en tweede klasse. Dus we waren in de tweede klasse Zondag KNVB. Dus redelijk hoog van het amateurvoetbal. En daar heb ik een aantal jaren met heel veel plezier gevoetbald. Totdat wij de eerste kleine kregen. En die was 3 maanden en toen vond de toenmalige trainer dat ik niet weg mocht met vakantie. En toen mocht ik ook niet 1 keer in de week trainen, want dat moest 2 keer zijn. En ik zat op avondschool, dus ik had zoiets van, ja wacht even, ik ben amateur. Dus dat ging even niet goed en toen ben ik vrij vroeg nog gestopt hoor. Toen ik 26 was, ben ik gestopt. Zo van, bekijk het maar.
gaan we wat andere dingen doen. Beetje narig klinkt. Ja, vond achteraf denk ik van goh, wel erg radicaal, zo van radicaal geweest. Maar ja. Ik had zoiets van, ik was met een avondstudie bezig en we hadden gezin. En ik had zoiets van, ik ga maar 1 keer in de week trainen. Nou, dat is ongeveer een paar maanden geweest. En toen kwam ik weer terug van, goh, wil je toch? Nou, dat heb ik het seizoen afgemaakt. En toen had ik het wel gehad. Ja, toen was het over. Maar ik heb wel leuke dingen meegemaakt met voetballen. Ga je eerst even proost tegen je zeggen. Mag het water ook, hoor. Ja, zeker. Op jou, Wim. Ja, gezondheid. Maar dat was het, je zegt amateur, maar was het in je hoofd zo serieus dat je wel eens gedacht hebt van nou, ik kan het... Zeg, welke positie speelde je eigenlijk? Ja, nou, ik ben in de voorhoede begonnen, als linksbinnen in die tijd nog. Hè. En vervolgens middenveld en toen in betaalvoetbal heb ik back gespeeld. Linksback of rechtsback. Maar ook betaal dus, dan is de stap zeg maar om er toch mee door te gaan. Ja, nee, ik kwam gewoon tekort. Maar ik zat er wel dicht tegenaan, want toen ik een jaar 15, 16 was, dan kon ik echt goed voetballen. Ja. En toen was ik, ja, dat is gewoon zo. Toen zat ik ook elke maandag bij het sportcentrum KNVB, geselecteerd van de provincie Utrecht. En toen was George Kessler bondscoach en die gaf ons training. Dat was leuk. Maar toen ik een jaar of 17, 18, 19 werd, toen ging het minder. Dat gebeurt, dat is jammer. En dat betekent dus dat je dus wel redelijk mee kan komen, maar niet echt top. De top. Maar ik heb, niet echt de top, zeker niet. Want, wij kennen je in Baren namelijk als een redelijk uitgebalanceerde, wat rustige man. Nou, wil ik meteen eventjes weten, voor ik het vergeet, hoe was je in dat veld dan? Ik ben 1 keer thuis gecorrigeerd door mijn vader. Want die ging altijd kijken en ik had een keer een overtreding gemaakt die men niet zag. Ik weet nog goed, het was van Go Ahead Eagles, die kwam bij ons. En die jongen zat steeds achter me in mijn hielen te trappen. En, had ik hem gewaarschuwd, maar hij bleef aan de gang totdat ik hem aan zag komen stormen. En toen gooide ik gewoon even mijn elleboog naar achteren. Ik lag plat en toen kreeg ik thuis op zolder op een flikker van dat had je niet mogen doen. Want het had hem wel zijn nieren kunnen kosten. Ik zei, ja pa, maar heb je gezien wat hij een aantal keer met mij uitgehaald heeft? Ja, zit hij, maar je neemt niet op die manier wraak. Dus ik was een lastige op het veld en hard. En niet makkelijk, nee. Ik was echt de beuk erin. Waren er toen al gele en rode kaarten? Nou, ik heb toevallig even nagebladerd. Ik ben tot mijn schande 2 keer uit het veld gestuurd. Zo. Ja. In al die jaren voetbal. Nou, valt dan nog mee. En waarvan ik toch vond, de eerste keer ben ik met voorwaardelijk van afgekomen, want had ik bezwaar van gediend, want ik vond dat die scheidsrechter... Ja, je moet leiding accepteren, maar was niet helemaal goed gezien. En de tweede, ik was wel terecht. Gewoon doorhalen, ja. Vanavond geen kaart halen, Wim. Gewoon lekker even. Ja. Uiteindelijk werd dus geen voetbal, hè? Nee, maar ik heb wel 2 leuke momenten. En dan hou ik erover op, als je het niet erg vindt. Maar ik heb dus met HMS tegen het Nederlands elftal gespeeld. Toen ze zich moesten kwalificeren tegen België. Dus ik heb tegen Cruijff, Wim Jansen, Piet Keijzer, Gerry Muren gespeeld. Ah, dat is wel heel leuk. Dat is heel leuk. Ja. En een voorwedstrijd bij Ajax in de Meer, dat vergeet ik nooit meer. Dat was de kampioenswedstrijd of Ajax of Veluwe kampioen, interregionale jeugd. En als Ajax won of gelijk speelde, waren zij het. Wij moesten hier wel winnen, altijd. Nou, en we kregen een bal, ze waren bij ons corner van Ajax. En die bal werd afgeslagen. Ik sta aan de zijkant van het veld. Krijg de bal. Nou, ik heb er nooit zo hard gelopen. Rechtdoor als een streep langs de lijn. Naar binnen toe. Schoot tegen de keeper aan. Rebound. En toen maakte ik een goal. En heel de Meer vol. En dan kan je applaus. En dat is leuk. Dat vergeet je nooit meer. Dat is een mooie herinnering. Dat vergeet je nooit meer. Nee, dat kan me voorstellen. Dus voetbal heeft heel veel voor mij betekend. Want je leert behoorlijk incasseren. Uitdelen en incasseren. En dat heb je heel leven. Ja, dat blijft zo, hoor. Dat blijft zo, ja. Maar nou, voetbal werd het niet. Ik ben bang dat we er nog wel een keer over komen te praten. Ja. Maar toen ging je dus een opleiding, met dat voetbal ook, maar ging je een opleiding volgen. Wat heb je gestudeerd? Ja, ik heb dus wat fouten gemaakt in het verleden, misschien nog wel. Maar toen van de MULO afging, zei mijn vader van, goh, joh, ga naar de HBS, kan je doorstuderen. En als je dat niet wil, dan moet je dat later maar inhalen. En ik was eigenwijs. Ik zei, pa, ik wil werken, centen verdienen, brommen, uitgaan. En dat komt later wel. Nou, dat heb ik geweten. Dus ik heb naast mijn werk praktijkdiploma boekhouden gedaan, moderne bedrijfsadministratie, staatspraktijkdiploma 1 en 2 en dan hoger management van non-profit organisaties. Ongeveer bij elkaar 1 jaar of 12 s'avonds leren naast mijn werk. Zo.
Ja, want ik ben niet zo vlot de leerling, dus ik moest er veel voor doen. Maar wel een aanhouding. Maar wel gelukt, dus. Ja. Ja. Dus dat, ja, ik zeg het destijds tegen mijn dochters ook van, jongelui, hier heb je de kans. Nu dit pakken. Heb je vader verkeerd gedaan, dus doe je best. Dat hebben ze gedaan. Waar stond jou een doel voor ogen? Dat voetbal wist je al, wordt het niet. Ja. Had je daarnaast dan iets van, dat wil ik wel worden? Nee. Nee, één ding wel. Dat was, ik werkte toen bij de gemeentelijke bouw- en woondienst in Utrecht. Ik was dus ambtenaar. En dan kon je kiezen tussen gemeentefinanciën of gemeenteadministratie 1 en 2. Of je kon uiteindelijk naar PD, MBA, SPD. En ik zei van, ik wil geen ambtenaar worden. Ik wil dat rijtje PD, MBA, SPD doen. Omdat je dan vrij bent ook naar het bedrijfsleven kan. Oké. Okay. En dat heb ik gedaan. Dus geen ambtenaar? Nee. Ik wacht nog even. Wat werd het in allereerste instantie? Waar ging je werken? Nou, bij de gemeentelijke bouw- en woningdienst. Dat was dus een woningbedrijf met zo'n 15.000 huurwoningen. Mm-hmm. Maar wel een gemeentelijke bouw- en woningdienst. Nou, daar ben ik begonnen als vliegende kiep. Als hulpje bij de huurinkasso. Tot mijn diensttijd. Toen was het diensttijd bij de luchtmacht. En van daaruit weer terug. En toen ben ik, heb ik wat geluk gehad. Omdat mijn studie ging toch redelijk. En er kwamen vacatures binnen die organisatie. En daar werd ik voor gevraagd. Dus ik werd gevraagd voor dat heette destijds mechanische administratie. Dat is een informatiseringsafdeling. Ik werd gevraagd voor een hoofd interne controle. Ik werd gevraagd voor zijn plaatsvervangend hoofd financieel beheer. En toen ik 32 was, had ik nog één financiële man voor me, de directeur. En toen dacht ik bij mezelf van, goh, laat ik eens om me heen gaan kijken. Maar ben ik wel klaar daar? Ja, ja. Ja. Maar je bent inmiddels al 32, dan heb je al meisjes en zo ontmoet natuurlijk, want ik krijg nou niet de indruk dat je echt een hele brave jongen was. Als je op dat voetbalveld een keer ging, heb je natuurlijk ook andere zaken gedaan. Ja, maar dat is wel zo, maar Hans, die leerde ik kennen bij dansles, bij Wildschut, want zo ging dat vroeger, althans in mijn tijd. En dat was een aardig meisje. Maar wat mij toen wel aantrok, was dat haar neef was Joop van Maurik. Of is Joop van Maurik. Die gaat me toch niet vertellen. En Joop van Maurik kennen we. Joop van Maurik kennen we natuurlijk wel. Dat is die spits van de, nou ja, waar heeft hij allemaal niet gevoetbald. Ja, ik was wel bang voor je. Nou, en dat is dus een neef van Hans. Ja. En dat vond ik ook wel interessant. Maar het was gewoon een aardige meid. Dus dat, ja. Nou, en daar zijn we aan blijven hangen tot nu toe. Dus door Joop heb je Hans leren kennen of was in ieder geval enthousiaster? Ja, maar daarvoor heb ik natuurlijk wel een paar vriendinnetjes gehad, zoals dat voor gaat. Maar nee, Hans was. Hoe oud was je toen je ging trouwen? Nou, toen we gingen trouwen. Ik was 22 en Hans 19. Heel jong dus. Ja. Ja. En twee dochters hebben jullie gekregen? Ja, dat klopt. Dat was netjes. In 75 was de eerste, Wendy. En in 77 de tweede, Ilse. En bij Wendy. Ja, toen dacht ik dat ik een jongen had, want hij was geboren en die lag daar. Oh, eerst tellen of dat wingertjes en de teentjes, dat was allemaal goed. En toen keek ik nog even en dacht, goh, een zoon, maar toen was het een navelstreng. Ja, ik kan het ook niet helpen, dat was de eerste keer. Dus, maar goed, het is een meid en het was, ik zei, nou, die jongens komen vanzelf en dat is gebeurd. Ja. Ik heb nog steeds helemaal niks over politiek gehoord, hè? Nee, goed, hè? Ja, fantastisch. Het ging ook over mij vanavond, toch? Maar ooit, ergens in die periode, zei je, ik ben toch wel een liberale jongen. Nou, ja, nee, sowieso. Maar ik kom uit een rood nest. Mijn opa vertelde met volle trots dat zijn vader medeoprichter was geweest van de Schildersvakbond in Utrecht. En dat hij met Drees senior vergaderd had. En een oom van mijn vaders kant heeft voor het CDA, of toen destijds KVP, in de gemeenteraad gezeten in IJsselstein. En maar de eerste keer dat ik mocht stemmen, was het op Joop den Uyl. Die sprak mij destijds bijzonder aan. Dat is één keer geweest. En daarna ben ik doorgeschakeld naar de VVD. Dus toen voor het eerst mocht stemmen. Maar je gaat me heel snel, waarom? Ja, waarom? Nou, omdat ook in die tijd, en zeker nu binnen de VVD, je ook de eigen verantwoordelijkheid heel hoog in het vaandel hebt. Dat vind ik zelf ook. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Maar degene die het niet kunnen, echt niet kunnen, die moet je helpen. En dat kan bij de VVD. Kijk maar hoe wij hier in Baren het sociaal beleid steunen. Dat vind ik fantastisch.
Dus dat, maar wil je daarmee zeggen dat dat bij andere partijen niet zo zou zijn? Nee, maar ik zit nu voor de VVD even te praten. Oké, je bent gewoon los even in de reclamesfeer nu. Nee, helemaal niet. Maar men denkt vaak, we hebben vaak etikettenplakkerijen. Nou, de afdeling Baren is een hele bijzondere afdeling. En daar zit er heel veel stroming in en dat vind ik fantastisch. En natuurlijk eigen verantwoordelijkheid, zorgen voor jezelf, het goed doen. Waarderen daarvoor, ja, dat zijn belangrijke zaken. Maar de mensen echt steunen. Nou, nee, maar ja, dan gaat het alweer beginnen. Dus het was niet van iets dat de VVD een paar jaar terug met een amendement kwam om gelden te reserveren voor de bijstand. Ja, maar voordat dat je nou... Dat is een detail. Nee, mag ook. Nee, mag. Ja, ja. Maar alleen, ik vroeg me af, leef je ouders nog? Ja. Nou kom jij thuis en je zegt het is een rood nest en daar zit die liberale jongen. Ja, dat klopt. Ja, nou. De eerste keer toen ik tegen mijn vader zei, pa, ik ga in het bestuur van de VVD-afdeling Baren. Nou, dan keek hij wel heel erg zuur. Ja. Maar inmiddels, al een aantal jaren, stemt de hele familie VVD voor alle duidelijkheid. Mensen. Ja, ja, zeg maar. Ja. Ja. Dus die, dat heb ik verteld waarom. En nou, dat accepteert hij uiteraard. Dus wat dat gaat zijn het hele gezellige familiefeestjes geworden allemaal. Nou, ik kom niet zo vaak bij mijn familie. Want ik word redelijk in beslag genomen door mijn werk. Je meent het. Ja, dat... we proberen eens in de drie weken naar onze moeder en mijn ouders te gaan. Nou, dat is net aan. Ja, en mijn ouders zijn in de 80, onze moeder ook. Wonen zij in Houten? In Utrecht? Nee, in Houten. Oh. Nee, ze zijn allebei Utrecht geboren getogen, zijn naar Houten verhuisd. Want Houten was de groeikern voor Utrecht. En mijn ouders vonden dat zij Utrecht moesten verlaten. En dat is geregeld. Ja, ja, komt maar nu even wel serieus hoor. Want het is natuurlijk inderdaad een hele erg intensieve job die je hebt. En je doet hem ook al heel lang. Ook op heel verschillende manieren, verschillende coalities. Ja. Als je nou over die periode zo even terugkijkt, wat is dan het eerste dat je zegt, nou dat is iets dat zal me in ieder geval in die politieke carrière altijd bijblijven. Mag positief, mag negatief zijn, die keuze. Jongen. Dat is wel een erg lastige vraag, want ik heb ongelooflijk veel meegemaakt. Eén ding, ja, en dat heeft niet zozeer met politiek eigenlijk te maken. Dat was dat we een voorziening voor een minder valide in eerste instantie hadden geweigerd. Er kwam een hoorzitting op en die mocht ik voorzitten. Dat ging toen nog zo. Ik ben blij dat het nu anders is, maar toen ging dat zo en je mocht dus horen. En betrokkenen had een duidelijk verhaal. En toen heb ik na afloop met de beleidsmedewerker een lange tijd nagepraat. En aangegeven van hoe je doet, doe je het. Kijk om je heen bij andere gemeentes en zoek naar een soort vergelijkbare situatie. Zodat we alsnog die dure voorziening kunnen verstrekken. En dat is gelukt. En als je mij nou vraagt van, goh, wat? Dan is dit iets waarvan ik denk van, nou, dat is goed gegaan zo. Dus eigenlijk toch heel dicht bij mensen. Oh, maar ik ben een mensenman. Dat lijkt wel niet zo, hè, met al die cijfers en op afstand. Nee, maar ik ben denk ik wel redelijk mensenman, ja. Ja. Dus als ik in de Laanstraat loop, dan spreek ik me aan, dat vind ik prima. Dan loop anders door, naar de volgende winkel spreken we af. Als we echt willen winkelen, gaan we naar Apeldoorn toe of zo. Maar dan, ik ben gewoon, iedereen kan mij benaderen. Geen punt. Omdat men zegt ook wel eens van, ik weet niet zo goed wat ik aan die man heb. Oh. Dat hoor je wel eens. Oh ja? Ja, oh, niet. Dus hebben ze er ook bij gezegd wat ze dan... Nou ja, ik dacht, dat ga jij me vertellen. Ja. Nee, misschien dat mensen dat zo ervaren, maar ik denk dat als zij naar me toe komen, gewoon normaal behandeld worden. Zo van, nou, leg maar uit. Dus ik heb dat zelfbeeld niet zozeer, maar ik nu het zeg, ik zal erop gaan letten. Nee, maar hoe zou je jezelf typeren? Als mensenman, dat hebben we net vastgesteld. Nou, maar... dat vind ik zelf. Ik weet niet hoe het bij anderen dat overkomt. Maar ik kijk wel goed naar de inhoud van het dossier als zodanig. Daar zit ik echt strak op. Ik wil alles weten voordat ik een besluit neem. Althans, voor zover mogelijk. En rechtvaardigheid, dat vind ik uitermate belangrijk. Ja. Je hebt je zei het al, cijfers, want dat is natuurlijk toch je werk. Weten.
Nou ja, ik zag die programmabegroting en dat gaat tot het jaar, moet ik even spieken hoor, want ik ben niet zo van cijfers. 2011, hè? Ja. Nou, dat is dus zo'n batterij aan. Ja. Wat zijn daar dan echt reële cijfers aan? Dat vraag ik me dan af als ik dat zo doorbladen, ja. Dan denk ik, is dat nou niet een beetje... Ik schrijf maar wat op. Ja, dat klinkt heel onaardig of raar, maar het is zo speculatief, dat was het. Nou, kijk, waar we mee te kampen hebben is natuurlijk dat heel veel geld uit Den Haag komt. En dat hebben we niet in de hand. Althans, nauwelijks in de hand. Ik ben sterk afhankelijk van de regering die er dan zit, welke beleidsthema's ze hanteren en welke geldmiddelen ze beschikbaar stellen. En we hebben natuurlijk een periode gehad, al eigenlijk dat is al ingezet voordat ik wethouder werd, waarin door zeg maar, het wijzigen van die geldstromen, met name de gemeente Baren, regelmatig de klos was. Dus we krijgen, zoals het heet, een algemene uitkering. Ja, en als die steeds minder wordt, en ben je wel gewend bepaald beleid te doen, ja, dan moet je op een gegeven moment aan je beleid gaan zitten. En dat hebben we met name in de periode 2002 tot 2006 aan de lijve ondervonden. Ja, dat is waar. Dat is, ja. Daar ben je nu een beetje uit, hè? Ja. Ja. Maar dan uit die stapel papieren, laat ik het dan gewoon maar wat concreter maken en niet echt die cijfers doen. Ja. Tot 2011, zeg dan, wat is nou een punt in die stapel papieren? Dat is voor mij echt van belang. Als wethouder van Financiën vind ik dat misschien wel het belangrijkste punt. En daar ben ik ook wel blij mee dat dat erin staat. Ja. Nou, er zijn heel veel dingen waar ik blij mee ben. Maar ik zal het maar noemen. Eerst maar wat technische. We hebben voor het onderhoud van Groenbeheer de zaak financieel geregeld voor de komende jaren. We hebben het voor de wegenonderhoud geregeld. We hebben het voor rioolbelasting of riool ook geregeld. We hebben het voor onze gebouwen geregeld. Er is een behoorlijk pot geld, ook door initiatieven vanuit Den Haag, voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar ben ik blij mee. En verder denk ik dat daarmee eigenlijk wel de belangrijkste ingrediënten zitten. Dus we hebben voldoende middelen voor de zorg. Tot dusver. We hebben de basis waar een gemeente echt voor moet zorgen, is ook geregeld. We hebben behoorlijke, althans, zo zie ik dat, lage lasten voor onze inwoners. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus al met al ben ik financieel tevreden de koers die we nu hebben. En beleidsmatig zijn er nu ook wat accenten op het terrein van zorg. Waarvan ik zeg van nou, goede zaak. Oké, maar financieel zeg je, want jij bent toch de man die knip in handen heeft. Nou, dat doen we met z'n allen hoor. Oké, maar ja. Ik vind het wel lekker makkelijk idee dat jij hem hebt. Dan heb ik zoiets van, waar zit het mis? Is er ook een punt dat je zegt van, nou, daar hebben we echt een probleem in Baren? Nou, er is natuurlijk behoorlijk wat bezuinigd. Hè? We hebben de afgelopen begrotingsraad een aantal reparaties doorgevoerd. Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe dat zich met het sportpark de komend jaar hoe dat zich ontwikkelt. En verder is het natuurlijk nog wel dun, want we houden nog ongeveer zo gemiddeld 1,5 ton over. En dat is niet veel, maar net voldoende. Ja, maar over? Leg eens uit. Nou, net zoals wij thuis ons huishoudelijk geld hebben. Ja. Als we aan het eind van de maand iets naar de bank kunnen brengen om te sparen. Ja. Zo hebben wij dat nu ook. We kunnen iets overhouden om te kunnen sparen voor tegenvallers. Dus we hebben een behoorlijke algemene reserve, iets van 11 miljoen. We hebben een behoorlijke reserves die specifiek bestemd zijn, iets van ruim 20 miljoen. Dus dat zit nu wel redelijk, we moeten uitkijken, maar zit wel redelijk in orde. Ja, maar nou ben ik van huis uit niet zo'n spaarzaam type. Hè? En dan hoor ik dat soort bedragen. En dan denk ik wel eens van, nou, je loopt tegen situaties aan in Baren, waarvan je dan in de praktijk hoort, nou, we zitten echt te tobben als een gek. Verenigingen, weet ik. Ja. Is er dan niet een oplossing te vinden voor, als je toch vrij veel geld hebt? Ja, dan kom je in een stuk techniek terecht, waarbij je vanuit... vertel me even hoe het ongeveer zit. Want je kan natuurlijk snel een beroep doen op je algemene reserve voor een keer wat. Dat kan. Maar om het elke keer daaruit te halen, dat is nou wat niet vanuit Den Haag en vanuit Utrecht mag. Want het zou natuurlijk altijd makkelijk zijn om ergens geld, zeg maar, juist beschikbaar te stellen en uitstijds uit je reserve te halen. Maar deze reserve is juist bedoeld om als je echt calamiteiten hebt, om dat op te kunnen vangen. En je moet je huishoudboekje, want zoals we dat doen we dat thuis ook, we krijgen thuis inkomen en je hebt je uitgaven.
En dat moet minimaal in evenwicht zijn. Oftewel, je moet eigenlijk wat over hebben om je te reserveren voor je auto, voor je huisonderhoud. En ook een keer als de wasmachine het niet doet. Dat is bij een gemeente ook. Alleen het lastige bij een gemeente is dat als je werkt en je wordt niet ontslagen, je redelijk inkomen, een vast inkomen. Maar op het moment dat uit Den Haag die geldpot wordt dichtgedraaid, en dat kunnen ze zomaar doen, dan gaat er zo'n aantal tonnen, krijg je minder. Ja, en als je daar dan in het verleden daar bestemming aan hebt gegeven, dan moet je om gaan buigen. En dat is wat maakt het lastig in elke gemeente. Want we zijn niet de enige die dat heeft. En nu zijn we toevallig dit jaar voor het eerst gelukkig. Want we zijn bij de nieuwe herverdeling er goed uitgekomen. En duidelijk kan er ook dit jaar meer, zeg maar, beschikbaar worden gesteld. En dat is niet niks wat uit Den Haag gekomen is. Ongeveer ruim 8 ton per jaar. Dat is een hoop geld. En gelukkig, dat we hadden dus ongeveer een kleine 4-5 ton aan nieuwe beleidsinitiatieven. En je hebt een aantal stijgingen hebben sowieso in het kader van inflatie. Dus we mogen blij zijn dat wij op dit moment meer geld uit Den Haag krijgen. Nog één politieke vraag en dan gaan we weer lekker Wim Liebewerten. je hebt dus even wat meer geld ter beschikking. Dat speerpunt van het beleid, waar dan als eerste dat geld naartoe zou gaan. Wat is dat? Dat is heel divers, over bijna veel beleidsvelden. En dan, als ik het mag clusteren, dan denk ik dat met name de dienstverlening. Ja. ICT, dienstverlening. Een stuk cultuur, maar ook zorg, dat daar de meeste middelen naartoe gaan. En de bezuinigingsoperatie die we achter de rug hebben, zeg maar het hele terrein, verenigingen, die profiteerden daar niet nu van? Dat daar zeker herstel ontstaat? Nou, we hebben voor 110.000 euro hersteld, structureel per jaar. De VVV zit daarbij. Er zit de universiteit bij, Volksuniversiteit. Nou zijn er nog een aantal die daar... ik wil de term profiteren, dat vind ik een rare. Maar die hebben dat gewoon nodig om te kunnen overleven. Ja. En we hebben gekeken naar van welke verenigingen hebben dat ook nog nodig. Dat hebben we bekeken vanuit de beleidsambtenaren, de wethouders die contacten hebben. En dat is wat ons betreft niet zo. En daarmee sluiten we het af. We hebben nog wat geld voor activiteiten voor senioren en voor jeugd, want dat ontbrak ook. Ja, en dan zal de toekomst wel leren op basis van nieuw beleid. Dus als mensen nieuwe initiatieven hebben, nou, dan zullen we kijken of we dat kunnen faciliteren. Dat was denk ik ook waar ik naartoe wilde, omdat het jaartal 2011 genoemd wordt. Ja. En dan denk ik, nou zit er over 2-3 maanden iemand echt zwaar in de zorgen. Kan die dan aankloppen en zeggen, gemeente, luister eens hier, denk met ons mee. Of moet dat dan weer veel meer van tevoren bekend zijn? Nee, kijk, op het moment dat verenigingen echt in de problemen komen, en ze hebben zelf er alles aan gedaan om tot de oplossing te geraken, dan adviseer ik altijd om met de wethouders in contact te treden. Okay. Dat geldt voor elke vereniging. We komen, die politiek die komt nog wel weer even terug hoor, dadelijk. Daar ben ik. Kan jij goed omgaan met kritiek? Doorgaans wel. Ik weeg het wel. Zo van, meld het dan maar. Dat vind ik prima. Liefst zelfs, want zeg het maar gewoon. Ik ga wel kijken of ik me daarin kan herkennen. En als het zo is, dan moet ik veranderen. Ja. Oké. Heeft deze Wim, die dus best heel druk is, nog wel eens tijd voor hobby's? Ik ga niet meteen zeggen wat hoor, maar... Ja, nou ja, hobby's, dat... in de winter, zondagochtend om... Nee, je mag toch niet alles mag ik niet vertellen? Oh, nee, want ik ga eerst vragen of alle mensen thuis even naar een filmpje willen kijken. Mijn hobby, dat is voetballen. En later koken, maar voetballen, dat is de hobby geweest vanaf het moment dat ik kon lopen. Oftewel, zodra ik ook maar een stap heb gezet, had ik al een bal van mijn vader. En dat is niet anders geworden. En dat heeft, daar heb ik een hele leuke tijd aan gehad. Vanaf de pupillen tot aan als zijnde amateur in het betaald voetbal. Heb ik heel veel plezier getraind en gevoetbald. Met als hoogtepunten de voorwedstrijd bij Ajax MVV in de Meer en de oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal. Dat zijn wel twee hele bijzondere momenten geweest. En daar kijk ik met veel genoegen nog steeds op terug. Ik heb ook een paar foto's daarvan bewaard, want je stond regelmatig in de krant. Maar een paar echt hoogtepunten die heb ik kunnen bewaren en daar kijk ik, heel af en toe kijk ik daar eens op terug. Dat was tegen Jos uit Amsterdam.
En ja, ik vind eerder dat het een prestatie is van de fotograaf dan van mij. Want die klikt op het juiste moment. En ik heb die foto ook opgevraagd. Maar als je dan ziet hoe dat standbeen is en de beweging. Ja, en de houding, dat was fantastisch. De bal ging wel naast. Maar het was een prachtige actie. En ik vond het ook wel heel wijs dat hij in de krant stond. Toch weer voetbal, hè? Nou, voetbal is natuurlijk een hobby. Hoewel passief, hè, want ik kijk. En af en toe ga ik met mijn schoonzoon mee naar Ajax. Want dat speelt toch steeds het beste voetbal. Nog steeds, blijf ik van mening. En dan zondagochtend in de winter, om 8:15 in de trits, sla ik een balletje. Dus tennis, met een ongeveer leeftijdsgenoten. Wim, je bent in Bayern wel bekend omdat je altijd een heel net geklede man bent. Dat komt ook een beetje door Ans natuurlijk, ja. Die altijd met kleding bezig ja. is. Mooie brillen draagt. Dan ga je naar het stadion. Ga je dan echt in een oude slobber toestand? Ja, dan ga ik wel in een spijkerbroek en een trui en een dikke jas. Want zo warm is het in de arena niet, vind ik. Dus dan kleed ik me wel op, ja. Oké. Ja. Met een rode das. Maar die heb ik niet speciaal voor Ajax gekocht, hoor. Nee, maar jij bent ook nog een beetje boekhouder, hè? Ja. Maar je kookt ook heel graag. Ja. Kook je thuis veel? Veel. Nou, ik zal ongeveer ons programma aangeven. Ans werkt maandagmiddag, dinsdag en woensdag. Dat zijn de vaste tijden ongeveer. Dus als Ans om 7:50 thuis komt, staat eten op tafel. Dus dat doe ik maandag, dinsdag en woensdag. En dan donderdag, dan is onze kleinzoon er bij Ans de hele dag. En dan komt mijn oudste dochter eten, dus dan kook ik ook. Vrijdag, of we doen Chinees, of ik kook ook. Zaterdag altijd iets makkelijks en zondag kook ik ook. Dus nou dat is ongeveer het programma. En dat vind ik hartstikke leuk, koken. Hey, en wat is je toprecept? Ja, de jonge lui vinden mijn stroganoff wel erg lekker en mijn uiensoep. Mm. Ja. Waarvan zeggen ze pa, kan maar mooi gekoken. Nou, ze vragen regelmatig van pa gaat koken, ja. Ja. Het is niet zo dat er iets op tafel staat dat ze zeggen, nou laat ma het morgen maar doen. Maar vindt het heerlijk om op te eten. Oké, dat zit helemaal goed. Ja. Is humor belangrijk voor je? Ja, alleen dat straalt niet altijd van me af, omdat je natuurlijk in een bepaalde setting zit. Maar ik vind het hartstikke leuk en ik hou van lachen, ja. Waar kun je vooral om lachen? Nou, vroeger was het André Verduin. En Brigitte Kaan erop. Maar Tommy Cooper. Ja, en dan de bloopers op tv. Dat vind ik ook altijd fantastisch. Maar ook, niet op zo'n gezegd schuine bak. Daar, vooruit maar. Maar echt een beetje dat humor wat ik net schets. Dat vind ik leuk. Een beetje goedkoop, maar wel hartstikke onderhoud en leuk. Gewoon lekker onderuit. Ja, gewoon gezellig. Fietsen is ook een hobby van je? Ja. Wij vroeg me heel even af, was het recreatiefietsen of hard? Ertussenin. Want toen Ans nog niet met de knieën last had en geopereerd was, gingen wij 's ochtends vroeg om 8:30, stapte op de fiets, als het een beetje behoorlijk weer was. En dan gingen we tot 10:30 de eerste tocht maken. Dan gingen we eerst wel koffie drinken, thee drinken. Tot 12:30, 1:00 gingen we lunchen. Dan ging weer fietsen, een minuut of 3 nog wat drinken. En dan waren we nu 5:30, 6 thuis. En dan hebben we 80, 90 kilometer de fiets. Zo. Prachtige tochten. Leuk. Dat doen jullie nog? Of? Nou, Ans heeft wat beperkingen met de knie. Ze heeft getennist en dat ging fout. Dat is gevolg dat ze eigenlijk niet meer zo lang mee kan fietsen en ook niet meer mag tennissen. Dat is pech. Het is niet anders. Nee. Dat zijn de beperkingen waar een mens soms mee moet leven. Ja. Zit deze Wim Liebeweert ook wel eens zo 's avonds op zijn bank met een boek op zijn knieën? Nee, je kan me aantreffen met dossiers op mijn knieën. Ja, ik was er op bang voor. Ja, nee, het is zo in. Heeft hij wel een boekenkast? Nee, daar hebben op mijn op de kamer waar de PC staat en bureaus, daar hebben we een kast staan en daar staan allemaal thrillers in. Oh, wacht even. Dat zijn allemaal de boeken van Ans. We gaan eerst bij jou in huis kijken en ook daarvan werd natuurlijk een filmpje gemaakt. Baldassi is een schrijver die telkens weer je op verkeerde been zet. En dat vind ik fantastisch dat iemand dat op papier kan toevertrouwen. Dat je steeds denkt van nou, zo gaat het gebeuren en dan net weer even ernaast zit. Dat heeft David Baldassi in hele belangrijke mate. Ellen Folsom, ook een pracht van de schrijver, maar die heeft maar weinig boeken geschreven, 4. En John Grisham, daar hebben ze ook allemaal van.
Dat zijn mijn toppers. Als ik lees, dan lees ik die van hen. En we hebben ze nu een beetje allemaal gelezen. En dat betekent dat we nu aan het zoeken zijn naar Zweedse schrijvers. Daar heb ik recent een boek van gelezen. Begint ook heel goed te schrijven. Ja, en Dan Brown, maar die heeft bijna iedereen ook wel gelezen. Dat is echt je lievelingsthriller? Nou, als die jongen weer een boek uit hebt, dan zijn we er als de kippen bij, want die schrijft gewoon fantastisch. Er wordt steeds op het verkeerde been gezet, steeds spannend. Dat vind ik gewoon, daar geniet ik van. Ik vind het ook een hele kunst dat mensen dat kunnen schrijven, hoor. Nou, dat vind ik fantastisch. Je had het gezegd, dus ik had dat verhaaltje op internet opgezocht. En het zijn vier regels of zo. Ja. En toen had ik eigenlijk meteen al de vraag van, hoe loopt het af? Maar ja, ik denk dat vraag ik maar niet. Dat is steeds weer een enorme verrassing. Dan denk je dat je het hebt. Dan denk je van, goh, en dat is, zo zit het in elkaar, dat soort daden. En dat blijkt volstrekt anders te zijn. Maar zit jij het ook echt zo te lezen? Dat bedoel ik eigenlijk van, weet je wel, het eerste hoofdstukje, wie zou het zijn of wie heeft het gedaan? Ik ben dan helemaal verloren. Ja? Maar dan zit ik echt, dat moet je me uit het beeld voorzien, dan lig ik in de zon. Op zo'n lichtbed, drank naast me, zwembad daar, de zon en dan heerlijk zo'n boek. Fantastisch. En dan bestaat de wereld even niet. Dan ben ik helemaal los. En dat heb ik ook nodig, hoor. Dan ben ik helemaal los. En dan, 6, 7 boeken of zo, 14 dagen wel. Zo af en toe gaan we wel even weg, maar lezen en liggen, drinken, eten, zwemmen. Fantastisch. Dat is mijn vakantie. Ja. Hij is heel snel samengevat weer. Ja. Maar kijk je ook naar Detective op tv bijvoorbeeld? Als ik binnen kon vallen thuis, dan Inspector Morse of zo. En wat ik ook aardig vind is CSI, dat vind ik ook wel aardige dingen. Daar kijk ik wel naar, ja. Ja. Maar verder niet veel televisie? Nee, maar ja, meestal begint het bij mij om 7:15, 8:15, 's avonds. Nou, dan ben ik om een uur of 10:30, 11:30 thuis. Dus hoop ik net Nova nog te zien. Dat vind ik Witteman, Paul Witteman, leuk programma. Maar door het algemeen ben ik zo'n, pakweg door de week 4 avonden kwijt. Dat is niet kwijt, maar ben ik bezig. Ja, dat is veel. En dan het weekend, zondagmiddag, zondagavond. Maar dat doe ik met veel plezier, want ik vind het fantastisch werk wat ik heb. Maar het gaat wel eens ergens de kosten van, ja. 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 Je mag één dag iemand anders zijn. Het mag uit de geschiedenis zijn, dat mag bekende Nederlander zijn, enzovoort, enzovoort. Wie wordt het? Oh, dan vraag je me wat zeg. Want ik heb natuurlijk een beetje geluk dat je in dat werk een aantal mensen tegenkomt. Hè. Dus ik was bijvoorbeeld van Hans Wiegel bij zijn spreekbeurten geweest, vond ik fantastisch. Maar ik had geluk dat ik Clinton hier op Parijs ruim een half uur heb mogen aanhoren. Wat 10 man kan, dat is ongelooflijk zeg. Het betrekken van die 150 man bij zo'n verhaal. En de zwarte ademloos staat om te luisteren. Maar als ik terug ga, ja, Pierre Jansen, hij is recent overleden. Ja. Wat kon die man toch boeiend vertellen op tv over kunst? Nou, dat vond ik fantastisch. Maar als ik echt, we hebben het over voetbal gehad. Dan is Frank Rijkaard voor mij. Daar zou ik wel eens een dagje mee willen lopen, ja. Nou, dan ga ik een dagje met je stappen. Ja, dan moet je meegaan naar Barcelona. Want wat die jongen daar doet, ik vind het formidabel. Ja, ben je daar zo gek van? Ja, want los van het feit dat je hem dus op tv ziet met coaching van die wedstrijd, waar je natuurlijk niks van hoort, maar alleen maar ziet, zie je ook als persconferenties. En als je dan ziet hoe die jongen zo rustig blijft en zijn verhaal doet in die heksenketel van al die supporters, met die besturen en die spelers. Nou, dat moet een topmanager zijn. En ik zou best wel eens bij hem willen kijken van, goh, hoe doe je dat nou? Want dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. En daar heb ik ongelooflijke bewondering voor. Dus dat vind ik fantastisch wat iemand dat zo kan. Gewoon een eenvoudige jongen uit Nederland. Doe het maar even daar. Ik ga met je door Baren lopen. Is Baren belangrijker voor je geworden dan Utrecht? Weet je veel belangrijk. Ja? Ja, nee. Luisteren, toen wij in 83 hier naar Baren gingen, toen gingen we even terug naar Utrecht toe. En toen viel die drukte op ons. Nou, was niet te filmen weer, want je was binnen een paar maanden was je die rust hier gewend. En het aardige, want als we naar de slager gingen, naar Moorselaar, nou, dan stond je daar gewoon een kwartier te praten met al die mensen. Dat waren we nu toch niet gewend, want er was inpakken, wegwezen en de volgende. Dus nee, ik ben verknocht aan Baren. En je kinderen, hebben die het ook naar hun zin in Baren, je dochters? Of? Mijn dochters zijn nog steeds een beetje boos op de vader.
Want toen ik de politiek inging, toen zeiden ze, pa, je moet wat voor de jongerenhuisvesting doen. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Dus ze zijn beide uit Baren vertrokken. De oudste woont in Nieuwland. De jongste woonde in Nieuwland, heeft vorig jaar een huis in Vathorst betrokken. Woonde met veel plezier, maar de oudste sport in Baren. Komen nog heel vaak in Baren. Gaan naar de bakker hier in de Laanstraat. Gaan naar de slager hier in Baren. Met heimwee. Maar ben jij schoonvader? Zijn je dochters getrouwd of wonen die samen? Of? Ja, nee, die wonen samen. Ja. Allebei? Ja, allebei, ja. Ja. En dat heb ik al even aan moeten wennen, hoor. Want ja. Ja, ik wilde. Ben je een kritisch schoonpapa? Nee, 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 absoluut niet. Althans, moet je maar aan hem vragen. Maar waar zij bij komen, is aan hun. Het is niet aan mij. Zij moeten hun leven delen met een partner. Dus ik heb me er nooit mee bemoeid. Maar waar moest je aan wennen? Nou, aan wennen dat ik ben natuurlijk vrij behouden. Dus ik had gehoopt, verwacht, dat de oudste zou trouwen. En de jongste ook. Nou, dat doen ze allebei niet. En vervolgens krijgt de oudste een kind, onze kleinzoon Milan. Nou, dat vind ik fantastisch. Maar ook niet trouwen. Ja, en dat, nou, dat moeten zij verkiezen, hè, want daar mag ik niks over zeggen. Maar ik heb wel daar een opvatting over. Dat heb ze ook wel verteld. Van, god, dat we leuk vinden als, maar zij bepalen het, die pa. Nee, nee. Ja, ja. Dus ik ben nog een beetje ouderwets, ja. Ja, ja. Dat mag. Ja. Ja. Oh, ja. Je komt ook uit 1950. je zegt, Baren is heel belangrijk voor me geworden. Ja. En je werk, wat natuurlijk dagelijks kost, dus, daar wil je dat ook in uitdragen. Dat doe je. Baren staat voor jou op de kaart, Baren wil je verbeteren. Ja. Wat vind jij eigenlijk voor de toekomst de belangrijkste verandering voor Baren? Of verandering, meer de ontwikkeling. Wat vind je belangrijk dat in Baren of zo blijft, of vooral behouden blijft, of... Wat ja, is belangrijk ja, in Baren? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, omdat je het op een aantal manieren kan benaderen. Ik vind dat het sociaal blijving belangrijk. Ik vind de term dorpse karakter wordt overal gebruikt, maar ik vind dat je heel zorgvuldig om moet gaan met de ruimte die we hebben in Baren. Ik denk dat je ook heel goed moet kijken van waar wil je in de bestaande voorraad, dan heb ik het over huurwoningen, waar wil je verbeteringen aanbrengen, groot onderhoud, of waar wil je dan, of moet wellicht, zegt heel voorzichtig, ook sloop plaatsvinden. Dus het huisvesten van onze mensen vind ik heel belangrijk, dat er een goed leefklimaat is. Dat de gemeente ook naar buiten treedt en ook makkelijker benaderbaar wordt, vind ik ook heel belangrijk. En dat wij onze uitbreidingslocaties binnen de wettelijke bepalingen, denk aan de Noordschil, maar ook aan Drakenburggracht, dat die ook concreet vorm gaan krijgen de komende jaren. Ja, dus eigenlijk een hele lijst. Ja, ik heb een hele lijst, maar dat komt omdat ik... Baren is heel breed en ik vind het dorp meer dan de moeite waard om het heel goed op elkaar te blijven zetten. Ja. We maken Baren even klein, want we gaan langzaam maar zeker op zoek naar jouw favoriete plek. Maar dan gaan we eerst even naar een filmpje kijken. Ja, we staan hier bij het Rusthoeklaan, het weilandje. Aan de ene kant het Aro-centrum. Ja, en daar de prachtige villa's. Maar met name het hele rustieke weidje daar. Met uiteindelijk de koeien. En daar gaat er wel een verhaal aan vooraf. Want toen de pachter hier zijn pacht opzegde. Toen zagen we, ja, wie wil dat nu? En er waren geen boeren die dit wilden pachten. En toen kregen we een briefje van de heer Dolland. Dat hij dat wel graag wilde doen. En toen heb ik hem uitgenodigd, kantoor. Met hem besproken. Ik zei, oké, dat mag. Maar dan moet je de omheining weer goed doen. En er moeten koeien komen. En dat heeft hij het even geduurd, maar hij heeft de afspraak daar gekomen. En waar vind je dat nu nog, zo'n rustiek weidje, in toch alle drukte van de dag. Zodat je hier toch even kan genieten van het echt even buiten zijn. Baren is gewoon fantastisch. En ik laat me niet verleiden tot een plek, ja, achterin mijn tuin. Want ik heb geluk dat ik een redelijke tuin heb, wel niet zo groot, maar daarachter zijn allemaal bomen, zit echt in het groen. En als er een van de zon staat, dan zit ik mijn dossier zo lekker te lezen en dan geniet ik ook van mijn plek. Dus vele plekken in Baren en ik ga niet echt de topplek noemen, want
er zijn allemaal toppers. Dan vraag ik je toch van, even vergeten we de plek maar, ja, waar de mensen in waren. En dan mag je een compliment geven en je mag een uitbrander geven waarvan je zegt, nou, de mentaliteit in Baren, dat verdient een compliment. En dat vind ik in Baren wat minder. Hele moeilijk, want ik zie... Ja. Ik heb vorig jaar met een aantal bewoners van de Vogelbuurt Noord gesproken. En ik vind dat de rust die die mensen dan toch op kunnen brengen, vind ik knap. Oké. Ja, dat vind ik knap. En een uitbrander, ja, ik ben niet een man van uitbranders. Hey, ja, kijk, dat ja. 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 Niet zeker? Ja. Heb je die klein uitbrandertje? Nee, want ik ben gewend dat als ik vind dat iets me niet bevalt, om het maar gelijk te uiten. En dan hebben we het erover. En dan kunnen we weer verder. Is succes belangrijk voor je? Ja, wat heeft succes? Ik wil wel doelen die we met elkaar vaststellen, hè, wil ik dat woord maar gebruiken, wil ik wel realiseren. En neem nou het voorbeeld van het Geerke. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat we zouden eerst daar 15 dure 200 kappers en vrijstaande woningen gaan bouwen. Allemaal bekeken van tevoren. En dan krijgen we wat signalen uit de markt, zoals dat heet. En er gaan nu toch mooi 39 starterswoningen gebouwd worden. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, ja. Nou, dat is resultaat. Resultaat is dus belangrijker dan succes. Ja, dat kan parallel lopen, maar ik vind de term succes hou ik niet zo van. Waardering, vind je dat belangrijk? Nou ja, nee, kijk, je weet in mijn werk, je doet belangenafweging en de ene vindt dat je fantastisch gedaan hebt, de andere zegt van die gozer heeft er helemaal geen verstand van. Dus ja, daar kan ik weinig mee. Nee, maar ben je er gevoelig voor? Nou, ik vind het leuk als binnen mijn fractie een keer wordt gezegd van, goh, Willem, dat heb je goed gedaan. En als in de raad of commissie wordt gezegd van, goh, dat is goed. Dan zeg ik van, nou, oké, dat hebben wij mensen gedaan. Dat is ook zo. Ik bedoel, je geeft een zetje en de mensen moeten het doen. En dat moet niet elke keer gebeuren, want dat is niet goed voor je. Dus doe maar nog gewoon. Ga je werk. Werk gewoon hard, geef je inzet en dan komt het vanzelf. En je moet een keer geluk hebben. Nou, zo ongeveer. In die periode dat jij nou wethouder bent, heb je echt heel verschillende situaties meegemaakt. Daar zitten situaties bij die jou natuurlijk meer gepleased hebben, moet ik het even zeggen. En anderen wat minder. Ja. Ben je in die periode ook wel eens echt ongelukkig geweest? Ja, ja. Ik ben bij een half jaar van de kaart geweest. Over mijn werk hebben we het dan, hè? Ja, ik heb het nu al voor je. Ja, nee, dat was de verkiezingsuitslag, 2002. Echt verdrietig. Ja, daar ben ik echt uit lood geweest. Ook gedacht van ik stop ermee? Nou ja, kijk. In die periode had ik al gesolliciteerd bij een woningbouwvereniging in de regio. Ik was al aangenomen. Ik was nog wethouder. En toen zei Hans van, wacht even jij. Ja, wacht even. Neem even de tijd. Dus toen heb ik gezegd van jongens, ik wacht even. Nou, en toen kwam uiteindelijk toch Hart van Baren met de VVD weer in gesprek. Maar ik heb toen een enorme opdonder gehad. En die periode met Hart voor Baren ben je wethouder geworden. Ja. Was je daarin wel meteen gelukkig? Nou, als je keek naar de programmatische uitgangspunten. Wat wil Hart voor Baren, wat wil de VVD? Ja, daar zat weinig verschil in. Dus als je het op die manier bekijkt, was het uitermate in het programma werkbaar. Maar ik heb natuurlijk wel afscheid moeten nemen van een coalitie waarvan ik 4 jaar lang hard gewerkt heb. En waarvan wij dachten dat we het goed hadden gedaan. Maar goed, de kiezer heeft altijd gelijk. Dus de klap en dus de afstraffing, dat was hard, maar dat was ook nodig dus. Want zij bepalen het uiteindelijk. Ja, maar ik vroeg ook hoe jij erin stond. Dat heeft me echt zeer gedaan. Denk je ook dat het merendeel van Hart voor Baren uiteindelijk VVD-mensen waren? Nee, want het waren drie partijen die erbij, misschien wel 4, maar in ieder geval Partij voor de Arbeid, CDA en VVD-leden liepen er dus door. Mm. Die waren ontevreden. En dat is niet goed van ons geweest. Dus het ligt ook bij ons, hè, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. En dat is bij ons laat op het netvlies gekomen.
Veel te laat. Wij dachten dat we het goed deden. Maar denk je dan dat daarna het gedrag van de lokale politici veranderd is? Want dan krijg je dus een klap voor je broek, zeg maar even. Ja, dat trek je aan, want je zegt net heel duidelijk, ik ben er ongelukkig van geweest. Ja, zeker, ja. Maar verander je dan ook? Ja, dat zou je een ander moeten veranderen, maar ik denk het niet. Trek je dan niks aan van zo'n pak op je broek? Zeker wel, om dat dan maar eens even te verkondigen. Als ik nu naar ruimtelijke ordening kijk. Vroeger kwam er een voorontwerp bestemmingsplan, allemaal technisch, in één keer over de hoofden heen van de mensen. En het werd geregeld. Ja, even chargerend, hè. Nu is het zo, we gaan eerst een uitgangspuntennota maken. Wat willen we met het gebied? Dat brengen we naar de raad. Dat gaan we ook naar de mensen toe brengen. Dan kunnen ze als eerst al wat gaan roepen van, hey, zijn we niet mee eens. Als dat geweest is, gaan we kijken wat doen we met die opmerkingen. Dan komt er een voorontwerp bestemmingsplan. Dan gaan we weer uitleggen naar bewoners. We gaan nu binnenkort ook oproepen aan onze inwoners als een bestemmingsplan wordt gewijzigd van, wilt u nog iets wat nu niet kan? Kom het ons melden. Dus ja, daar heb ik wel van geleerd. Ja, dat is wel geleerd. Ja. Wil Wim Liebeweert ooit burgemeester worden? Nee. Dat is wel meer gevraagd aan me. Ook vanuit Den Haag. En ik ben mijn baan vergroeid. En ik heb ook een mooie leeftijd inmiddels. En ik hou van baren. En ik vind prima dat we weer een burgemeester hebben. Dat betekent dat mijn rol ook weer wat anders wordt. Loco, die mag een beetje eventjes rustig. Nou, maar goed, weet allemaal met. Nou goed, mevrouw Woltering is toch ziek geweest en daarvoor heeft ze hard gewerkt. Nou, tijdens de ziekte een aantal maanden vervangen. Vervolgens Harry Smit gekomen. Nou, ook bijgepraat in de basis, proberen in te werken. Dat is, nou, en nu is Jan de Groot. En dat betekent dus dat. Ja, de bestuurlijke continuïteit zit bij de burgemeester en die zit niet bij een wethouder. Want ik kan er bij wijze van spreken volgende maand al gezegd worden van, joh, dat heb je verkeerd gedaan of er zit een ander probleem. Huppakee. Ja. Dat kan. Voordat je afsluit, anders wil je het even aankomen reiken. Want, ja, ik heb een dingetje hier. Hij zit vast. Want ik ben een zoon van een banketbakker. En dat wilde ik vroeger ook worden, totdat mijn vader dat in de gaten kreeg. Toen heb ik 2 weken lang de vloeren moeten schoonkrabben, de vaat moeten wassen, want ik hielp in de bakkerij. Dat was trouwens gewoon een loondienst. Daar heeft hij me dat afgeleerd. Maar ik heb bij een banketbakker hier een baren, die de bonbons zelf maakt, voor jou toch deze aardigheid meegenomen. Nou, en ik wil je bedanken voor de uitnodiging. Ontzettend verrassend lief. Dank je wel voor je succes, openhartigheid. Ja, graag gedaan. Dank dat je er was, Willem. Ja. Vanzelfsprekend. Nou, ik vind dit echt top. Ja, mooi bos, kleur groen. En het is je gegund, want je doet heel veel voor ons Barense mensen met je programma's. En nou, dat wil ik lief, toch een keer lief. Voor waardering voor uitspreken. Helemaal geweldig. Okay. Proost op jou. Ja, op dank dat je er was. Okay.